We zijn maandag vertrokken naar Canada. En het was zoals elk jaar eigenlijk een lange reis. En dan direct parcours gaan verkennen. En zoals de jaren ervoor eigenlijk, ik doe dat heel graag, zo'n parcours zoals Mont Saint-Anne. Het is heel lastig, maar toch ervaar ik het niet zo. De hele week eigenlijk trainen, rusten, eten, slapen. En dan zaterdag minder goed gestart, 12 of 15e weg. En dan gewoon rustig mijn plek. Mijn plek gevonden en dan op het einde vierde geëindigd. En ja, ik was heel blij als ik aankwam, want dat is mijn beste prestatie in de wereldbeker tot nu toe. Maar ik zou toch heel graag eens podium rijden. En ik hoop dat zaterdag nu wel een keer lukt, dat ik wel een keer podium kan rijden. En hier is het wel een heel andere omloop, maar het moet ook wel lukken.